Boer Jos Sloot. Ken je misschien wel uit Boer zoekt vrouw, waar hij in 2009 koos voor Dieke. Natuurlijk word je daar een BN'er van. Maar waar Jos echt blij van wordt, dat zijn de gladiolen. In een dorpje in de Achterhoek heeft hij velden vol met bloemen die allemaal staan te wachten om uitgedeeld te worden tijdens de Vierdaagse. Toch? Hé, hey, als eerste, Jos, wat zijn we een eind weg, man? Vanaf jouw boerderij. Dat valt wel weer mee, toch? Nou, we zijn tegen wel 10 kilometer weg zijn. Voor mij, nee, ja. In mijn ideeën is een boerderij altijd met het land er direct achter. Ja, ja. Nou, een gladiool is een gewas die je niet altijd op hetzelfde perceel kunt zetten. Mm. Dus dat wil zeggen dat je dus de huiskavel, die heb ik ooit al eens een keer benut voor de gladiolen. En dan moet je daar wel minimaal 20 jaar niet meer komen. In verband met dat hij je schimmel achter kan laten. Ja. Die niet bevorderlijk is voor de productie. 20 jaar? Ja, minimaal. Dus als jij 20 jaar wil telen, heb jij 20 verschillende velden nodig? Ja, ja. Maar we zitten hier in een heel ruim gebied. Ja. En je hebt onderweg weer gezien met heel veel grond. Ja. En dus dat heeft zijn charme ook. En dit is een heel mooi zandland. En in deze omgeving vertoeven ze zich goed. Het is geen zware grond. Je kunt wel zien, ze hebben er zin in. Ze hebben er zin in? Ja. Ja? Want het zijn er nogal wat. Hoeveel staan er hier? Nou ja, je ziet wel, we zijn nog aan het planten. Op dit perceel ongeveer 1,5 miljoen steeltjes. 1,5 miljoen steeltjes? Ja. En die gaan allemaal naar de Vierdaagse? Nee. Nee, gelukkig niet. Wij zorgen ook na de Vierdaagse dat mensen alle tijden gladiolen kunnen kopen. Oké. Okay. Nee, wij produceren zeg maar een kwart van ons areaal tijdens de Vierdaagse of daarna. Mm. En zeg maar rond de Vierdaagse, want dan is hij natuurlijk ook geliefd. Ja. En dan is hij weer in beeld. Dan heeft hij, zoals jullie nu ook doen, weer aandacht. Ja. En dat is belangrijk. En dan de rest. Het is echt een zomerbloem. Hij is populair. Het is een bloem, een forse bloem. Mm-hmm. Voor weinig geld. Nou, en wat willen Nederlanders nu? De zuinige Hollander. Ja. Ja. Hey, er staan heel veel verschillende kleuren ook. Hè? Tenminste, je ziet het nu nog niet, maar... Ja, ja, we zitten... Ja, daar staat een, wat ik zo aan het loof kan zien, een rode, de magma. Dan heb je een Bangladesh, dat is een witte. Dan heb je de Pink Lady, dat is een roze. De Purple Flora, dat is een paarse. Ja, we doen eigenlijk wel meerdere kleuren. Dat wil gewoon zeggen dat de consument eigenlijk continu bediend kan worden. En ik kan me ook voorstellen, mensen die iedere week een bos gladiolen kopen, dat ze elke keer een andere kleur willen hebben. Ja. Dus ja, dat is, het is het makkelijkste om één kleur, één soort te doen. Mm-hmm. Maar ja, je wilt toch de veiling en de bloemenzaken wil je toch zo breed mogelijk bedienen. En dat proberen we dus door het zo te doen. Iedere week een bepaalde plant. Dus je hebt continu vers product. Ja. En zei je nou net dat jij aan het blad kunt zien wat voor kleur het wordt? Want voor mij is het allemaal groen, hè? Nee, ja, dat is ook wel een beetje, laat ik zo stellen, de kennis die ik in de jaren heb opgedaan. Ja, precies. Ik kan me heel goed voorstellen, maar ik kan jullie wel wijsmaken dat dit een Pink Lady is, terwijl het helemaal niet zo is. Hè? Nee, dat is waar. Maar ik weet toevallig dat het wel zo is. Ja. En kijk, op het moment dat er iets kleur in komt, dan is het natuurlijk voor ons ook het mooiste. Maar ja, we moeten nog even wachten. Ja. Ze groeien staan er goed bij. Het is even wat kouder. Hopen dat we weer een warme periode krijgen. En dan zijn we er klaar voor. Dus dan hebben de wandelaars voldoende kleur. Ja, inderdaad. Ja, Jos, die gladiolen, die hebben een best een bijzondere betekenis, hè? Jazeker. Van vroeger uit al, van vroeger denk ik. Uit. Het is echt de bloem van de overwinning. De strijdbloem. Dat is, daar oorspronkelijk is hij daar, daarom is hij bij de Vierdaagse natuurlijk ook zo populair. Maar er is, ja, op zich is dat de benaming van vroeger, de gedodigde gladiolen, wel. Het Romeinen tijdperk of zoiets. Ja. Maar zover heb ik het me niet in verdiept. Ik weet dat het een strijdbloem is. En het is een compliment als je hem dan in ontvangst neemt. Een compliment als je hem in ontvangst mag nemen. Ja, ja. En daarom zou je hem dan dus niet ook alleen bij de Vierdaagse uit willen delen. Maar ook als iemand zelf een overwinning heeft behaald. Of, Zeker. Ja, iedere dag heb je wel eens een overwinning, toch? Ja, dus eigenlijk iedere dag gladiolen. Ja, dat zal wel goed zijn. Ja. En dan 10 weken lang. Het is een, nee, maar weet je, in Nederland zijn we best wel op basis van... nu is het bijvoorbeeld aspergietijd, aardbeien. En kijk, dat is ook het leuke. Je hebt de gladiool en dan zijn er gewoon echt ook echt seizoenbloemen. Mm-hmm. Kijk, en dan is hij een weekje of 10 en dan zijn de mensen er ook klaar mee. Ja. Maar dan moet het toch goed zijn. Kijk, wij eten ook niet het hele jaar toch boerenkool? Nee, gelukkig niet. Nou, daarom.
Hey, en zo'n gladiool, hoe gaat dat? Want je plant ze. En ga je daarna vervolgens een paar weken achterover zitten en je memoires schrijven? Of, Ja, dat had gekund. Dat heb ik ook al wel eens gedaan, ja. En de gladiool, nou, laat ik zo stellen, hij heeft wel verzorging nodig na het planten. Dat wil zeggen een stukje onkruidbestrijding. Ziektebestrijding valt vaak nog wel mee. Er zijn nu nog weinig schimmels, dus... Ja, wij hebben natuurlijk naast de gladiolen ook nog poortaardappelen. Dus ik hoef me niet te vervelen. Het werk dat gaat ook bij ons continu wel door. Ja. 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 Maar inderdaad, de drukke periode, de drukste periode, ja, die komt er rond de vierdaagse pas aan. En dat is er allemaal af. Dat is een lekkere oplading. Dus we hebben er heel veel zin in. Ja, ja. Ja, dat geloof ik. En Jos, wat is nou zelf jouw lievelingsgladiool? Ik heb eigenlijk qua kleur... Dan, ik hou, dat is typisch mannelijk, een beetje van echte vaste kleuren. Ja. Dus niet, geen franjes, geen toeten en bellen. Dus een strakke rode, een mooie witte. Of een groene, of een paarse. Mm-hmm. We hebben nu dit jaar dat is een nieuw soort. Dat is een Black Star, die is bijna zwart. Wauw. Ja, die is idioot gaaf. Het is een moeilijke bloem. Hij is niet makkelijk te kweken. Ik zie het wel als uitdaging en voor de consumenten lijkt het me heel mooi. Maar Dieke bijvoorbeeld, die heeft bijvoorbeeld meer de zalmkleuren, wat ze wel mooier vinden, het zachte. Dus wij vullen elkaar eigenlijk heel goed op. Zij iets haar zin, ik iets mijn zin. En ik kom er vaak wel achter dat de gladiool is wel een beetje een mannenwereld. Een mannenwereld? Ja, de handel is echt wel mannelijk. Stevige kleuren, stevige takken. Dieke houdt meer van... De final touch, weet je wel, het aparte. De subtiele... Ja, precies. En over hoeveel weken, want het staat hier nu zeg maar 10 centimeter boven de grond? Ja, ruim. Als het de normale weersomstandigheden, verwacht ik zelf dat we half juli hier volop kunnen plukken. Maar ja, het is een natuurproduct en je bent afhankelijk van het weer. Ja. Kijk, de ene keer dan is het hier in Nederland 30 graden en dan een week later is het 15. Dus, ja. En hij, gladiool is gek op hitte, warmte. Okay. Het is een, wat dat betreft, hij doet het het beste als het warm is. Dus is Nederland eigenlijk helemaal niet zo'n goed land om gladiolen te telen? Ik vind dat Nederland toch nog gemiddeld toch wel behoorlijk warm in de zomers. Kijk, vorig jaar was het toch ook, hè? Ja, en dat is voor ons natuurlijk niet goed, maar voor de gladiool wel. Voor de gladiool wel. Jij hoopt dat het zo warm mogelijk wordt? Tot te plukken. Dan moet het wat kouder worden. Want bij 30 graden koopt de huisvrouw eerder een krat bier of een bak ijs ja. dan een bos gladiool.